Welkom. We zijn hier in centraal Java. En het is vrij mistig zoals je ziet. We zitten op de voetheuvels van de Merbabu, een uitgebluste vulkaan. En wat ik graag wil laten zien als vorm van ecologische samenleving is, je ziet hier een varen, maar hier ook een, daarbovenin zie je bromelia's. En bromelia's zijn gespecialiseerd in een samenlevingsvorm. Bromelia is een epifiet. En de epifieten wonen samen met een boom. En de boom heeft er geen last van. De bromelia die zit hoog in de boom, wat hier dus relatief is. En kan daardoor meer zonlicht vangen dan dat hij beneden op de grond staat. En heeft daar dus voordeel bij. Dus je krijgt een plus voor de bromelia, nul voor de boom. Ja, en dat is commensalisme, zoals je hopelijk weet. Wat verder interessant is, dan lopen we een paar stappen hier naartoe, is dat er staan heel veel mimosa's. En mimosa's zijn te herkennen aan deze hele kleine blaadjes. En mimosa's, en dat kan ik je niet laten zien, die hebben ook een samenlevingsvorm met schimmels in de grond, mycorrhiza. En die mycorrhiza die zorgen ervoor dat ze meer voedingsstoffen uit de bodem absorberen. En teruggeven aan die plant. Dat doen ze niet voor niks. Daar krijgen ze suiker voor terug. Die suiker die maakt die mimosa natuurlijk met zijn fotosynthese. Dus dat is weer een plus voor allebei. De mycorrhiza krijgt glucose van de plant. En geeft daar anorganische mineralen voor terug. En de boom die krijgt daar, wat nu nog een kleine sapling is, die krijgt daar dus meer voedingsstoffen voor terug. Dat is een plus. En dat is mutualisme. Goed, dit was een klein stukje over symbiose. We hebben twee vormen gezien. Succes!